Waarom heeft hij mij nooit willen schetsen? Marguerite, je bent toch niet dom? Denk eens na. Waarom heeft hij je nooit vergeten? Ik heb het ook net gezegd, omdat mijn timing perfect was. Het is haar schoonheid in iedere lijn. Hoeveelbelovend, een leeg doek kan zijn. Een voorstelling over een Antwerpse havenschilder hier in de oude haven van Antwerpen. Symbolischer kan niet, hè? Nee, absoluut. We zitten hier vlak om de hoek van de Red Star Line, de gebouwen en van waar Eugène Van Mieghem gewoond heeft. Dus het komt een beetje allemaal samen. Het is een magische plek waar we een magische, voor mij althans, voorstelling aan het maken zijn. Ja. Een magische voorstelling, een droom die werkelijkheid wordt? Ja, toch wel. Dat is het minste wat je kan zeggen. We hebben 2,5 jaar geleden hebben Alain Reubens en mezelf zijn begonnen met de eerste ideetjes samen te brengen. En nu, 2,5 jaar later, staat het hier weer op deze plek. Dus het is weer de cirkel die rond is. Haar zachte ronde buik, de bloem van krijt, om melk te huid. De boog van haar dijen, een driehoek van lust. Drie op die hunkert, te worden gekeerd. Het is absoluut eerst en vooral in de eerste plaats, denk ik, een liefdesverhaal. Zoals ik net al zei, een onvoorwaardelijke liefde van Eugène naar Augustine en de onvoorwaardelijke liefde van Marguerite naar Eugène, maar die niet beantwoord werd. En dus op het einde van haar leven van Marguerite komt er een oplossing, die ik nog niet ga vertellen, maar het komt wel. Allez, ook hier is de cirkel weer rond en dat is dan ook voor haar, voor Marguerite, haar liefdesverhaal. De psychologie, of bijna de psychiatrie erachter, is dat een mensenleven zo verziekt kan worden als je je vast moet blijven houden aan een idee fix over iets, over liefde of het niet krijgen van liefde. En een beeld in je hoofd krijgt van iemand die liefde wel gekregen heeft, wat met je op de loop gaat en wat bijna de kern van je leven wordt. En op het moment dat je erachter komt dat je je vergist hebt in alles, dat je je helemaal vergist hebt, begint het leven uit je weg te ebben. Ja, het klinkt mooier als verhaal en meer verheven allemaal. Het oog dat hart verscheurend kneep, ontzettend goed. Al vergt het 100 keer meer lef en 100.000 keer meer. De houden van een vrouw die echt is, die leeft. Ze is heel haar leven lang gekweld geweest door die Augustine. Dat is haar rivale. Zelfs als ze dood is, blijft dat haar rivale. En hoe overwin je dat? Dat is haar grote frustratie natuurlijk. Hè? En door een bepaalde situatie, inderdaad, kan ze daar rust in vinden. En kan ze ook eigenlijk op een vreedzame manier afscheid nemen. En dat is mooi. Dan. Ik denk dat het heel fijn is om in een zekere sereniteit te kunnen sterven. Ik heb nog niet zo vaak op zo'n manier met mensen samen kunnen werken. Het is zo'n feest om met Brigitte te werken, om met David te werken, om met Marilou te werken. We hebben elkaar echt op een bepaalde manier gevonden en wij zijn een heel hecht team en dat is ontzettend speciaal. En dus dat is al heel fijn, maar daar komt dan nog eens bij dat wij creatief, dat iedereen echt een grote honger heeft om dat verhaal zo groot en zo mooi mogelijk samen te vertellen. Haar naakte lichaam, botten en spieren, tot schaam. Al meer dan 50 jaar bezig, maar als ik zo mijn carrière een beetje overloop, dan denk ik soms van, ja, wat is er nu echt bijgebleven? En ik weet nu al dat dit zeker zo zal zijn, dat ik zal nu al spijt hebben, dat weet ik nu al, dat de repetities voorbij zijn. En ik denk dat het echt een
ervaring, een beleving is voor mij, die ik zal koesteren de rest van mijn leven. Scherpe krijt.